Goed, laatste keer en derde keer of zoiets. Het is weer om je op te nemen, want weet je niet naar mijn woorden, maar ik hoop nu wel. Ik had het over vandaag, wat vandaag gaat gebeuren. Dus verder moet je vee, daar heb ik niet zoveel over kwijt. Want ja, ik doe er verder niet zoveel mee. En op de socials, ook niet online op YouTube. Natuurlijk nog een beetje een video een week achter, dus ja, vandaar. En niet alleen daarom. Maar ook gewoon van je denkt van, joh, ik vind het niet fijn over het praten online met jullie. Dus dat doen we misschien niet over woorden komt daardoor. En ja, dat een beetje. Goed, ik ga het met jullie hebben over vriendschap of een relatie. En af en toe weet ik het verschil, weet het verschil wel. Maar af en toe weet ik van, joh, een leuke relatie te hebben. Maar het is ook goed om vriendschap te hebben met iemand. En waarom? Wat ik bijna toch goed vind is dat ik het wel lastig vind als ik het niet wil. Hebben wij om dan gewoon vrienden te blijven. Het is allemaal goed verder, het is allemaal leuk, maar op een gegeven moment houd ik de kans door. Ik denk van joh, weet je, ik vind het gewoon moeilijk dan. En dat is wel mijn oude ex-vriendin. Daar heb ik geen vriendschap mee verder. Dat kon niet eens, dus. Het kan wel kunnen misschien, maar uit mijn eigen perspectief dus niet. Zoiets dacht ik van, joh, ik doe het liever niet dan. Want dat gaat dan even mis, denk ik, ooit een keer. En dan denk ik al zeker, hoe goed ik er al ken, zeg ik, nee, ik ken de tijd is het werk geweest tussen ons en het is klaar. Maar goed, ik wil nog even terug naar het topic, is iets over een relatie, het is... En wij een beetje, maar ook weer niet. Ik weet wel een relatie, want ja, zit je toch meer met elkaar en dan vriendschap, dan moet je natuurlijk weer een eigen vriend of een vriendin. Een relatie is natuurlijk mijn vriendin, of wat dan ook. En niet om bezitterig te zijn, totaal niet. Maar wel van, joh, ik heb gewoon wel last van mij als ooit een keer een misgaat tussen me. Mij in een relatie, dus dan denk ik van joh, wat moeilijk en lastig en dat is niet een beetje. Dus wat ik wel iets van joh, weet je, wat ik lastig vind is dat ik voor de toekomst van om haar weer een keer te zien, dat vind ik wel lastig en daar hou ik gewoon absoluut niet van om nog een keer haar te zien. Daarom is het wel fijn om dan nog even een vriendschap met elkaar te hebben. Vaak wil ik ook niet iets te snel, eigenlijk. En mijn eerste relatie ging goed. Alleen eerste liefde die ik vroeg had in Amsterdam, daar ging ik goed mee. Eerst met elkaar een beetje skypen en doen. Toen elkaar MSN geven. En toen vonden we elkaar leuk. Dus ja, we waren weer allemaal op Skype. Allemaal online vroeger. Bij mij en bij haar ook. Dus nu nog niet zoiets van joh. Het is fijn, maar ook niet fijn, want als het er gebeurde, dat weet je niet allemaal. In een video die ik al verteld had. En een video kan vinden, zal ik even in het i'tje zetten voor jullie. Jullie hadden nog kunnen terugkijken in de video. En ja. Zo noem ik het van heel leuk om even een video te maken over die twee verschillen. Hoe ik dat zie. En hoe ik dat zie is voor mij. Relatie is voor mij heel fijn, maar vriendschap vind ik moeilijk. En waarom denk je hoe ik vrienden doe voor jullie? Is dat ik toch het wil proberen met iemand vrienden te zijn, zonder in ieder geval meer te denken aan een persoon. En dat gaat nu eigenlijk wel goed. Iemand die ik ken is gewoon heel erg aardig en gewoon als ik lief, meer gewoon niet. En het was gewoon prettig en heel erg fijn om met elkaar om te gaan. Ook al is al iemand, is het toch prettig om iemand om me heen te hebben. Ik zie de persoon echt als een maatje en blijft er gewoon bij. En ja, er zijn meer mensen die ik ken die denken nee, dat is het niet. En dat is gewoon fijn om zo met die persoon om te gaan en ja. Ik wil ook weten met jullie hoe jij nu mee omgaan. Misschien kan ik daar een beetje van leren. Misschien ook niet. Laat even weten hieronder
in de comments ook heel tof vinden. En ja, ik hoop dat jullie wat jullie vinden, wat jullie leuk vonden. Zo ja, dan denk ik even de duim omhoog. Vergeet je hand te abonneren als je nieuw bent. Zie je ook jou elke zondag een nieuwe video. Om 11 uur of van deze serie. Om ook even woensdag om 8 uur 's avonds. Zonder ik nog een video creëer. We zullen deze video's blijven nog even doorgaan, denk ik, niet al te lang. En zo is het aflevering 3. Er zijn nog een paar komen, denk ik. Voor de aflevering was er al 8 afleveringen, 7 afleveringen. Denk ik dat ik het wel ga doen. En het leven lopen we ook al 8 en 7 dingen. Ik ga nu 4 afleveringen van leven lopen. Die volgend jaar weer. Ik weet niet of ik het in het jaar had verteld. Over een nieuwe serie komt er nu. Leven lopen, maar het is even nu van de baan, want ik heb nog geen begin video, dus even over bedacht. En dan zou ik zeggen mensen, tot de volgende.